Zo nu en dan ben je wel iets kwijt en dan ga je dat zoeken. De vraag is nu, is deze kracht die je ziet het middelpunt kwijt of is er iets anders aan de hand? Op het eind weet je het. De maan draait zijn rondjes rond de aarde. Een cirkelbeweging zoals vorige keer bekeken met als middelpunt de aarde. Maar waarom blijft de maan zo keurig in de baan rond de aarde? Hier nog eens de situatie. De maan wordt als het ware naar de aarde toegetrokken en blijft dan rond de aarde cirkelen. Dit kan alleen als er een kracht is van de aarde die de maan dwingt om de aarde heen te cirkelen. Deze kracht is steeds loodrecht op de baan van de maan en gericht op het middelpunt van de cirkelbaan en dat is hier de aarde. Zo'n kracht moet er zijn als je cirkelbeweging ziet. Dus bij iedere cirkelbeweging moet zo'n middelpuntzoekende kracht aanwezig zijn. De middelpuntzoekende kracht kun je berekenen. Hierbij is m de massa van het cirkelend voorwerp in kilogram, v de snelheid van het cirkelend voorwerp in meter per seconde en r de straal van een doorlopende cirkel in meters. En als alles goed ingevuld is en berekend, levert dit de middelpuntzoekende kracht op in newtons. Een misverstand is dat de middelpuntzoekende kracht een kracht is die ontstaat omdat een cirkelbeweging is. Net zoiets als de zwaartekracht is er omdat de aarde in de buurt is. Dat is niet zo. De middelpuntzoekende kracht wordt altijd geleverd door een andere aanwezige kracht. We gaan even oefenen. Ik noem en laat een cirkelbeweging zien en jij geeft aan welke bestaande kracht hiervoor de middelpuntzoekende kracht zorgt. Je krijgt iedere keer 5 seconden om het antwoord te bedenken. We starten met een bekende, de maan die om de aarde heen cirkelt. Het is hier de zwaartekracht van de aarde op de maan. In de volgende paragraaf zullen we op de kracht tussen twee massa's verder ingaan. De volgende is een auto die door de bocht heen gaat. De wrijving tussen wegdek en de banden zorgt ervoor dat de auto op de weg blijft en dus een bocht kan maken. Als er geen of weinig wrijving is, bijvoorbeeld door gladde wegen, dan wordt het inderdaad een stuk moeilijker om met de auto een bocht te nemen. Ook bij een elektron die rond de kern draait, is er een middelpuntzoekende kracht. De positieve kern trekt aan het negatieve elektron en die aantrekkende elektrische kracht is hier de middelpuntzoekende kracht. Ten slotte nog een voorwerp dat je rondslingert aan een stuk touw. Hier is het de kracht in het touw wat aan het voorwerp trekt, dus de spankracht. We eindigen met een voorbeeld, een schaatser die door de bocht heen gaat. Het lijkt een beetje op de auto die door een bocht gaat, maar een schaatser helpt wat schuin richting midden, terwijl een auto dat echt niet doet. Het is dus net. Hier is het hele verhaal. Lees het eerst even door en ga na wat de gegevens zijn die we hier kunnen gebruiken. Doe dit zelf, dus klik eerst even op pauze. Even in het rood in het verhaal gemarkeerd de diverse gegevens. We beginnen met vraag A. Er zijn twee bestaande krachten aanwezig, namelijk zwaartekracht en de kracht van het ijs op de schaatser langs de stippenlijn. Hiermee moet de middelpuntzoekende kracht worden gevormd. Hoe doen we dat? Je start met de kracht die het meest bekend is. Dat is hier de zwaartekracht, loodrecht naar beneden. Als dit de enige kracht zou zijn, dan zou de schaatser richting die kracht gaan bewegen, dus door het ijs heen. Nu leert de ervaring dat de schaatser in verticale richting niet beweegt, dus moet er een kracht zijn die deze zwaartekracht opheft. De vraag is, waar komt die kracht vandaan? Bij een blokje op de vloer is het de normaalkracht. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Het is de kracht van het ondersteunend vlak, hier het ijs, op de schaatser. Het is hier wel iets specialer, want de kracht van het ijs op de schaatser staat niet loodrecht op het ijs. Dus we moeten gaan ontbinden. Kijk rustig eventjes
hoe het zit. Ik wacht wel even. Oké, verder. Als er een verticale component is, dan is er natuurlijk ook een horizontale component. En dat is een kracht richting midden en dus is dat de middelpuntzoekende kracht. En zo hebben we alle krachten getekend, inclusief de middelpuntzoekende kracht. De volgende vraag gaat over snelheid. Probeer dit zelf eerst, dus druk op pauze. De snelheid staat ook in de formule hoe je de middelpuntzoekende kracht kunt berekenen. Middelpuntzoekende kracht is mv² gedeeld door r. Je kunt alles invullen behalve de snelheid. En daaruit kun je de snelheid halen, zodat je tenslotte 13 meter per seconde eruit krijgt. De hoek. Ik heb de hoek al even in de tekening gezet. Maar voor de rest probeer zelf eerst even de hoek te berekenen. De hoek kun je ook in het driehoekje met de krachten zetten. Kijk, daar is hij weer. In het driehoekje weet je de aanliggende rechthoekzijde en de overstaande rechthoekzijde. Dus kun je de tangens berekenen en met de tangens kun je de hoek berekenen. 60 graden is het hier. In een binnenbocht betekent dat de straal kleiner wordt. Wat denk je wat er dan gebeurt? We bekijken eerst het driehoekje. Wat gebeurt er als r kleiner wordt? Precies, dan wordt de middelpuntzoekende kracht groter. Maar de zwaartekracht verandert niet, dus de andere zijde blijft even groot. En dus moet de hoek kleiner worden. Ten slotte dezelfde vraag, maar nu wordt de massa groter. Wat gebeurt er dan? Eerst maar weer even op pauze klikken. Ook hier zal, als de massa groter wordt, de middelpuntzoekende kracht ook groter worden. Maar hier wordt ook de zwaartekracht met eenzelfde factor groter. Beide veranderingen geven dan dat er voor de hoek niets verandert. Goed, dat was weer bijna. Even twee vragen overnemen en beantwoorden en je hebt het volledig afgerond. Je weet het, neem ze over in je schrift, inclusief de antwoorden, voor de volgende les. Ik reken er weer op.